Goedemorgen. Ja, je ziet het. Ik heb een trui weer aan. Dat kreeg ze trouwens ook aan. Maar het is vandaag Nationale Buitenlesdag. Ja. Misschien toch wel even een truitje aantrekken. Het is vandaag ook Nationale of Internationale Kaartleesdag. Misschien kunnen we daar een combi van maken. Doe je mee? Ja, vandaag is de dag van de buitenlesdag of de wegenkaartdag. Nou, we hebben al een keer een kaart getekend, maar een wegenkaart, dat is misschien wel leuk. En dan doen we de buitenlesdag. Dan, kijk, we gaan het een beetje doen zoals ik het ook bij het zakelijk tekenen doe. Hè, we hebben hier de mensen die les krijgen en we hebben ervoor een leerkracht die het uit staat te leggen. En heeft een handje zo en heeft daar een aanwijsstok. En dan hebben we daar zeg maar de kaart hangen. Waarop de uitleg staat of inderdaad die wegenkaart dan. Nou, een wegenkaart. Het is dan zo'n beetje zo de kaart. En dan moet je daar naartoe. En dan de stippelroute. En hij legt dus aan uit welke kant we op moeten. We gaan van A naar B. Nou, dan hebben we hier nog... kunnen we dat nog donker maken natuurlijk. En dan is dat duidelijk zee en dit andere is land. En dan nog wat bergen doen. Nog een boompje er weg zetten, hier en daar. Aangeven of je met de fiets of met de auto gaat. Maar goed, van A naar B. Nou, een spreekwoordje bij doen. Bla, bla, bla. Goed. Ik zou zeggen, ga lekker aan de slag en ik zie jullie morgen. Tot morgen!